ga je een keer proberen een coconut te breken, maar dat is niet gemakkelijk. Dus Jamie Oliver zei dat je moest doen met een mes, met de achterkant van een dinges. Ja, mannetjes, hè. Dat gaat niet, hè. Ah. Fucking ass. Oké. We gaan de zaag een keer mee kloppen, Tom. Ah, met dat loerke. Zie je niet in het. Oké, een hamer. En een mes, want de bedoeling is dat we het sap natuurlijk hier opvangen. Hè? En lekker uitdrinken, hè? Want dat komt uit de frigo. Dus dat moet toch super lekker zijn. Hè? My god, dat gaat zeer mijn lang voelen toch. Ah. You never know. Zet er dus 3 mm in. 2. Judy. Maar zit dus niet iemand. Pas op. Ik zal er zeker niet in eerste zin niet met dat probleem zitten. Dan ga ik het eens opproberen. Het eerste dier kapot wordt in een mes. Fuck ze. Yes. We reached something, hè. Ik weet niet of je het kunt zien. Dus ik zet er een klein beetje in. Er zit zo'n barstje in. Zie je het? Dus we gaan dan nu proberen... I don't know. Het sap uit te krijgen, maar oeh. Ik heb er geen flauw idee van. Spelly's Kitchen doet toch moeite voor speciale dingetjes te genereren. Oh my god. Ik moest nou dat een keer terug uittrekken. En dat proberen af te krijgen. Binnenste van een kokosnoten. Nou jongen, toch, ten een droom. En dan gaan we dat wel afkrijgen. Nee, hier zo. Ja. Dat is dus niet ongevaarlijk. Een kokosnoten open doen zonder dat er door sap uitloopt. Ja, oké, okay, we zijn er. Ik bedoel, we gaan hier nu een gatje in maken. Dan komen we het sap door de deuren laten uitlopen. Maar mijn vreemd dorst. Ik heb juist ras afgereden. Ik zweet of het doet. En nu zou dat wel super een verfrissing zijn. Zo van dat lekker fris. Dat ik dat kokosnootsap. We gaan dat een keer proberen. En een keer. En een droom. Wat zit er allemaal zo in? I love it. Oei, 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 oei. Dus ja, mijn dus... Er is dus alleen maar voor de zelfstandige mensen en de jonge entrepreneurs. Spelly's Kitchen. Want al de rest gaan dan mee lachen. Die kijken op Piet Dinges daar en Piet en Miet. Hey. Kijk, dus kan ik het demonstreren hoeveel kokossap dat we dus uit in een kokosnoten houden. That's it. Dat is dus ieder lekske woord. Voilà, je ziet het, ik zweet voor dood. Zo zijn santé. De kokosnoten gaan we direct opeten. En minder dus gewoon het sap uit te krijgen. Zonder dat dat rondspatterde. Voilà. Tot de volgende keer bij Spelly's Kitchen. Ja, ik wil dat je nog vergeten te ringen. Santé.
my god. Terwijl ik denk dat je die piste op je tongen vindt. Kijk dat? Maar dat is beter dan champagne, hè. Ideal. Oké, voilà. Dit was het dan voor vandaag. Een kokosnoten openmaken. Zonder heel een boel kapot te slaan. En voor de mensen, ja, mijn excuses. Ik ga hier allemaal even zeggen. Hoe je dat goed met je nog hebt klopt, kun je dat dus gewoon... Met al. Kijk, ik heb hier zijn wind. Zet er dus gewoon een intacte kokosnoten. Oké, ja. Minder had je eens nemen voor aan de live juice te gaan. Maar waarschijnlijk, ja, mijn kennissen in het keukenwereldje is te beperkt. Maar je kunt daar waarschijnlijk wel leuke of mooie dingen mee doen. Als je een volledig schone kokosnoot hebt. Hè? Kijk, prijs nog maar gewoon. Dat zet alleen al, dat heeft al. Ja, wat. Ja, het is al schoon op zijn eigen, denk ik. Stel die voor. Kunnen we nog een nutje aan doen? Ja, nog een nutje. Voilà. Bij deze, we gaan eindigen, want anders zou ik bluffen zo van die dingen. Hè. Vertellen. Voilà. Dus met een prachtige kokosnoten. Dat sap was super. En nu gaan we de kokos... ik weet niet, ja. We gaan hem in de carrière zetten. Wat sta je daarvan? Bijvoorbeeld. Hè. Allee. Rebonjour nummer 3 en salut nummer 3. Yo.